Ja, is een dementerende man die jarenlang bij de Heineken heeft gewerkt als chauffeur. Ik ben daar zelf ook chauffeur geweest, dus ik had daar een ingang. En dus ben ik brutaal geweest en ik heb de Heineken hoofdkantoor opgebeld. Van luister eens, dit gaan wij doen. Is dat bij jullie mogelijk? Nou, dat was alle medewerking. Er is een complete vrachtwagen apart beladen voor deze man. En wij zijn nog een dag samen met een chauffeur op pad geweest. Alleen dat gezicht van 5 seconden, dat maakt voor mij die hele dag en de rest van het jaar uiteindelijk ook goed. Want daar doe je het voor.